Jij hebt net een boek gepubliceerd, De Neoliberale Strafstaat. Een belangrijke vraag is, wat is de genese, wat is de ontstaansgeschiedenis van dat boek? Wat heeft gemaakt dat je de voorbije jaren aan dit boek hebt gewerkt? Eerst en vooral, het is eigenlijk de situatie van de Brusselse jongeren dat mij heeft aangezet om dit boek te schrijven. Als we kijken naar welke zijn de omstandigheden waar de Brusselse jongeren momenteel leven. Ik noem maar een aantal van die problematiek waarmee ze geconfronteerd worden. De werkloosheid, 25% in bepaalde wijken tot 50%. De schooluitval, meer dan 25%. Meer dan 1 op 3 van de jongeren die in armoede zit. En ook als je eigenlijk ziet dat deze jongeren weinig perspectieven hebben, dan heb ik mij de vraag gesteld, ja, hoe komt dat? En bij het stellen van die vraag ben ik erachter gekomen dat het huidige systeem waar we momenteel zitten, en ik noem dat neoliberalisme, dus deze huidige fase van het kapitalisme, daar veel te maken heeft. Dat is één. En twee, als we kijken naar de problemen die ze hebben, dus die vooral socio-economisch zijn, en we kijken naar welke oplossingen de beleidsmakers naar voren schuiven, dan is dat eerder een strafstaat. Bijvoorbeeld, om het concreter te maken, laten we kijken naar Molenbeek. Molenbeek is een van de armste gemeenten in de stad. Daar heeft men bijvoorbeeld besloten om te investeren in camera's, bijna 2 miljoen euro, terwijl eigenlijk de socio-economische uitdagingen van de jongeren daar enorm groot zijn. Bijvoorbeeld, je hebt de tweede hoogste werkloosheid in het gewest Brussel, in Molenbeek, bij jongeren. Je hebt meer dan 50% van de Molenbeekenaars die recht heeft op sociale huisvesting, terwijl je maar 8% sociale huisvesting hebt. Je hebt daar ook een enorme schoolsuitval. Dus de vraag is, waarom wordt dan niet daarin geïnvesteerd, maar in camera's? En dat is de link die ik leg tussen het neoliberalisme en de strafstaat. Het zijn eigenlijk de jongeren zelf, de situatie, de moeilijke situatie van de Brusselse jongeren, van veel Brusselse jongeren, die heeft gemaakt dat dit voor jou de aanleiding was om dat boek te schrijven. En je eerste hoofdstuk gaat heel erg over jong zijn in de stad, jongeren en de stad. Wat zijn de voornaamste vaststellingen die je hebt ervaren in jouw onderzoek? Ja, dat er voor de jongeren eigenlijk steeds moeilijker wordt om jong te zijn. Laten we daarmee beginnen. Als we bijvoorbeeld kijken naar een aantal voorbeelden, en trouwens niet alleen in Brussel, hoe de jongeren worden geproblematiseerd, hoe zij steeds minder in de publieke ruimte zich mogen vertonen, maar ook in kleinere steden. Ik noem maar Lokeren bijvoorbeeld, waar de jongeren of kinderen die in school zitten geproblematiseerd worden omdat ze zogezegd te veel lawaai maken. En de buurt vraagt dat er daar muren tot 3-4 meter komen. Hetzelfde geldt ook in Assen, waar kinderen die spelen in een speelplein, daar ook komen grote hekken rond, omdat de buren daarover klagen. Dus we hebben eigenlijk steeds meer jongeren die dat kind, dat jongs, niet mogen uitdrukken. Als we kijken bijvoorbeeld naar het hele discours die heerst over overlast enzovoort. Eigenlijk, het is een discours die de jongeren problematiseert. Terwijl, we hebben cijfers, en de cijfers zeggen dat er de jongeren voor 25% minder dan dan 20 jaar geleden buiten spelen. En dat de ruimte bijvoorbeeld zelfs met 90% is afgenomen. Want we hebben ook een ruimte die steeds meer in de handen komt van commerciële spelers. Terwijl eigenlijk die ruimte net nodig is, want ik denk dat de openbare ruimte dient voor de burgers en dient ook eigenlijk om te leren samenleven voor een deel. Dus dat is één aspect. En een tweede aspect is ook de moeilijke, en zeker in grote steden, de moeilijke sociale en economische situatie van de jongeren. We moeten daar rekening mee houden. Laat het mij koppelen met die eerste punt, met de ruimte. Heel veel jongeren in Brussel bijvoorbeeld komen buiten op pleintjes of
ergens in een hoek of zo staan, omdat zij binnen geen ruimte hebben. Als je weet bijvoorbeeld dat er kinderen of jongeren zijn die met 3 of 4 in eenzelfde kamer zitten, dat is een andere realiteit, laten we zeggen, dan ergens in een dorpje of in Vlaanderen, laten we zeggen, waar zij wel een grote tuin hebben en ruimte voor hun huis ofzovoort. Dus dat zijn twee belangrijke punten die in het boek komen. En een derde punt is, als er dan een uitleg hebt over die socio-economische positie van de jongeren en je probeert dat naar buiten te brengen, we zien ook hoe dat telkens wordt geculturaliseerd. Dus problemen eigenlijk die sociaal-economisch zijn, worden herleid tot problemen van cultuur en religie. Een treffend voorbeeld daarin is het Van de la Rue-debat dat we hebben gehad in Brussel. Men heeft gezegd, oké, seksisme is een probleem in Brussel en ergens anders. We moeten natuurlijk dat probleem aanpakken. Maar gaan we dat doen door direct te linken aan de religie van de jongeren of door gasboetes daarin te zetten? Want dat is wat er in Brussel gebeurde. Uiteindelijk zijn er 140 gasboetes uitgeschreven, maar 2 betaald. Heeft het probleem opgelost? Nee. Of gaan we het breder trekken? Gaan we ook kijken naar de socio-economische realiteit, naar de rol die de ouders daarin hebben te spelen, het onderwijs en de beleidsmakers? Want ik denk, en dat is ook een van de dingen die ik daarin voorstel, dat opvoeding bijvoorbeeld, om het wat concreter te maken, opvoeding is niet alleen weggelegd voor de ouders. Natuurlijk hebben de ouders daar een essentiële rol in te spelen, maar we moeten ook rekening houden in welke positie die ouders zitten. Dat is iets waar we te weinig rekening mee houden. Dus als zij in een kwetsbare positie zitten, de ouders, dan moeten wij als middenveldorganisaties of als beleid ze ondersteunen. En ik denk dat middenveld en het onderwijs ook een rol kunnen spelen in die opvoeding. Want ik denk dat opvoeding een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Dus we moeten die piste ook openen en samen daar rond denken, zodat we deze kinderen, deze jongeren van vandaag zo sterk mogelijk maken voor later, om problemen van seksisme en dergelijke problemen zo min mogelijk te hebben in onze steden of in België. Ja, Bleri, nog een laatste vraag binnen dat hoofdstuk. Tijdens het schrijven van je boek, wat heb je ontdekt over de manier waarop dat politieke decision-makers en maatschappelijke instituties, hoe gaan zij om met die jongeren en die realiteit van die jongeren? Doen ze dit op een adequate manier? Of heb je eerder het gevoel dat ze de feiten achterna halen of de oorzaken op een foutieve manier gaan trachten op te lossen? Wat ik in dit boek aantoon is dat er eigenlijk, we hebben daar echt wel een probleem. We hebben een probleem omdat de beleidsmakers eerst en vooral nog niet eens de realiteit kennen of begrijpen van de jongeren. Dat de beleidsmakers niet zo ver komen, kan ik mij ergens invinden, hè, want de afstand tussen die twee is heel groot. Daarom dat het in het eerste deel van het boek ook voor een stuk gaat over de actor die daar tussenin zit, het middenveld. Hè. Want zij dienen eigenlijk als een sluitingstuk tussen het beleid en de burgers. En we zien dat zij steeds minder voeling hebben met de jongeren. Het gaat, in het eerste deel gaat het over de jongeren, maar we zien dat ook voor andere groepen. Dus, en dat maakt eigenlijk dat we op dit moment, naar mijn analyse, fout bezig zijn. Want we hebben een middenveld nodig, we hebben beleid nodig dat emancipatorisch tracht te werken. Dus natuurlijk hebben de jongeren zelf een bepaalde verantwoordelijkheid, maar er is ook een grote verantwoordelijkheid bij beleid en bij het middenveld om die jongeren sterker te maken. Ik geloof niet in een laissez-faire discours, dus laat die jongeren maar zijn, zolang ze bezig zijn door even te voetballen, ik zeg maar iets, of door ze bezig te houden. Ik geloof ook niet in een paternalistisch discours, waar je ze te veel gaat betuttelen. Ik geloof eerder, kijk, ze hebben een bepaalde verantwoordelijkheid, wij hebben een bepaalde verantwoordelijkheid en we moeten ze vooral sterk maken. Want er zijn geen jongeren of geen mensen die in
in een kwetsbare positie willen blijven. Nee, ze willen net daaruit. Ze willen niet afhankelijk zijn, nog van het middenveld, nog van beleid. Ze willen hun leven in eigen handen nemen. En als we zien dus, en om terug te openen naar de neoliberale strafstaat, naar het systeem waarin we in zitten, als we die opening maken, we zien eigenlijk dat de hoop, de perspectieven er niet zijn. En veel van die jongeren die voelen dat ook en die zien dat ook en die maken dat ook mee. Dus er is veel angst voor de toekomst en het is aan ons, denk ik, en niet alleen aan de jongeren, om die angst voor de toekomst te bestrijden en een andere sfeer, een andere ruimte van verbeelding te creëren waar zij wel enige perspectieven in zien.